In de Zoo van Antwerpen hebben we een koppel sneeuwuilen zitten. Het mannetje kan je heel goed herkennen aan zijn volledig witte kleur. En het vrouwtje heeft een gevlekt uiterlijk, is dus wit met bruine vlekjes. Nu kennen we allemaal de hele bekende sneeuwuil uit de film van Harry Potter. En dat is een volledige witte uil, dus dat zou een mannetje zijn. Nu heet dat dier Hedwig. En ik vroeg me dus af of Hedwig misschien ook een mannennaam is.